Nou, gezien alle meiden in Joretta Mar zo goed kunnen zuigen, gaan we ook kijken of ze kunnen blazen. De opblaasflamingo, onmisbaar op ieder strand, zeker hier in Joret. We gaan vandaag de ultieme flamingo challenge doen hier. Dat doen we met niemand minder dan de hele crew van Boezers. Maar goed, de mensen thuis hebben geen idee wat feestcafé Boezers is. Leg het eens even uit, Bart. Boezers is het feestcafé van Loretta Mar. Je kan daar alles doen. We hebben bijvoorbeeld de Manneke Pis. We hebben ook nog eens bodyshots op de bar. En leg eens even uit, wat gaan wij hier doen zo meteen? Nou, gezien alle meiden in Joretta Mar zo goed kunnen zuigen, gaan we ook kijken of ze kunnen blazen. Maar mannen kunnen toch ook wel zuigen en blazen? Ja, alleen als ze een heel goed biertje voor zich hebben. Maar we willen ook nog iemand die ze dan mee kunnen nemen, toch? Ja, zeker, absoluut. En een vrouw die kan dan een man meenemen achterop. En een man die kan dan een vrouw meenemen achterop. En als dat eenmaal gebeurd is, waar moeten ze dan heen? Dan moeten ze helemaal achterom, moeten ze daar om die boei heen. Komen ze weer terug naar het strand en kunnen ze gratis bij ons een drankje krijgen met heel de groep. Oké, dus de winnaar die krijgt gewoon vanavond een rondje van de zaak? Zeker weten. Bart, je hebt iemand gevonden, zie ik. Ja, zeker. Waar heb je die opgedoken, Bart? Ja, gewoon hier uit de zee. Een van de mooiste meerminnen die ik tegenkwam. Wie is jouw gast, Brenda? Wie heb je meegenomen? Nou, ik heb gewoon een paar jongens uit het zeewater geplukt. Ik heb geen flauw idee wie ze zijn. Maar wie is dan degene die gaat blazen hier zometeen? Ja, wie kan het beste blazen? Hier links van mij Floor, rechts van mij Teun, die gaat het eigenlijk opnemen. Degene die hem als eerste vol heeft, die moet op zoek naar een gast die meekomt. Achterop, jij een vrouw. Jij een man, rondje om de boeit, eerst terug, is vanavond gewoon het eerste rondje gratis in de boezers. Dus nou, dat is een prima prijs volgens mij. 1, 2, 3! Hoe gaat die jongen? Best varend worden nu, maar goed. Had je al een moeilijke ochtend of viel het mee? Nou, viel mee nog. Ik heb wel slaap gepakt. Je ziet nog geen vlekken? Nee, zeker niet. Meiden, hoe gaat het hier? Nee, hij is kapot, de pomp is kapot. Je hebt de pomp geslapt. Je moet wel een meisje meenemen, hè? Nee, hier staat ze. Die is al gevonden. Meisjes, ze zijn er nog niet, hè? Daar, jullie kunnen nog winnen. Gefeliciteerd, Teun. Hoe was het? Zwaar. Wel. Je ziet het, de concurrentie die moet het doekje erop. Ja. Hebben we toch maar goed gedaan dan. Hey Floor, de volgende keer moet je wat harder je ding doen. Want dit is een beetje maten. Ja. Je leefde nog toen we hier aankwamen. Ja, ik moest harder pompen, denk ik. Ja. Okay, nou jongens, gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd, Teun. Jij bent de blaaskoning van Joret. En kijk ook vrijdag weer naar een nieuwe video van Joret is van ons. Hasta la fiesta, baby!